Dit is het keepershirt en dit is de man die het komend seizoen bij PSV onder de lat staat. Andreas Isaksson. De nieuwe doelman van PSV probeert in de voetsporen van illustere landgenoten als Björn Nordqvist, Ralf Edström, Peter Dahlqvist, Glenn Hysén en Klas Ingesson te komen. Want die maakten allen furoren bij PSV. Dit zijn beelden van Isaksson als doelman van het Zweedse nationale team. Hier spelen tegen Spanje. En vandaag meldde Andreas Isaksson zich voor het eerst op de hertgang. Well, it's very beautiful. I've never been here before, and as I see it now, it's a very, very nice training area, and hopefully I will enjoy it very much here. What do you expect playing for PSV Eindhoven? Well, I know it's a big club. They always play in the Champions League, and they've done some great results there as well, and they've won most of the league titles in the last years, so it's a very big club. And I'm looking forward to come here. We zijn zeker tevreden met Andreas, want na het feit dat Gomez dan toch voor iets anders gekozen heeft, moet je toch creatief zijn en toch kijken naar wat mogelijk is. En ik denk dat we met Isaksson een jongen gevonden hebben die buiten dat hij kwaliteiten heeft als mens, ook een goede keeper is. En natuurlijk ook zijn ervaring al mee heeft. Als je zoveel malen in de Zweedse nationale ploeg gespeeld hebt, ja, dan heb je een bepaalde ervaring. En hij kan al 26 jaar, hij kan hier nog groeien ook. En van daaruit zijn we zeer tevreden ermee. Well, I know it's a big sponsor by Philips, and the stadium is called Philips. Philips Arena or Philips Stadium or Philips Stadium. Philips Stadium, it's a stable club and it's done very well in Europe, as I said, and in the National League. So. Ja, goed, je denkt natuurlijk verder. Je moet niet alleen aan de nationale competitie denken. Je moet ook internationaal denken. En van daaruit dat wij toch gekozen hebben voor een iets gelouterde man dan voor een talentvolle keeper. Want laten we eerlijk zijn, ook Veldhuizen is een jongen die wat kwaliteit heeft. Maar wij hebben ons daartoe gebracht om Isaksson naar PSV te halen. Omdat wij denken dat we daarmee beter af zijn. And there's a hard job waiting for you because you have to replace Gomez. He's a great goalkeeper, he's done very well here, and I haven't seen him that much. I've seen him a few games in the Champions League, and he's a very good goalkeeper. What can I say? Wij weten allen welke kwaliteiten dat Gomi had. Maar van daaruit moet je ook daar niet meer verder over praten. Gomi die staat vanaf het volgende seizoen of komend seizoen onder de lat, hopen we, bij Tottenham. En wij bij PSV hebben Isaksson onder de lat staan. En wij hopen in ieder geval dat hij vele malen ons zal helpen in wedstrijden. Maar we gaan niet alleen kijken naar de kwaliteiten van een keeper en vergelijken met anderen. We gaan gewoon naar het hele team kijken. En van daaruit dat wij ook, denk ik, een andere verdediging op het veld zullen hebben dan het afgelopen seizoen. Van daaruit moeten we gewoon verder kijken. Ja, I'm going back for a week or two, just to relax and spend some holiday with my family, and then I will be back here again.